Nou jongens, welkom terug bij deze nieuwe video. Ik kan jullie alvast één ding zeggen. Pauzeer deze video, want hij wordt echt heel lang blijkbaar. Dus pak even wat te lekkers te drinken. Pak een lekkere snack erbij. En ga lekker zitten, geniet van die video. Ik hoop dat jullie van deze video gaan genieten. Want we hebben weer een gloednieuwe vrachtwagenvideo. Een extra lange vrachtwagenvideo. Vol met informatie en ik weet dat jullie ervan houden. Dus ik ga ook weer snel verder met dit voor jullie. En enjoy. Let's go. Woe. Goedemorgen mensen, welkom bij een dag als vrachtwagenchauffeur. Ik moet een beetje stil zijn, want ik woon nog bij mijn ouders en het is mega vroeg. Het is 4:30 in de ochtend, dus ik ga even wat drinken meenemen en dan gaan we zo meteen even beginnen. Zo, en zoals de meeste mensen ook nog eens weten, kan ik niet mijn auto voor de deur parkeren. Dus we gaan naar 10 lopen richting de auto. Gigantisch irritant, maar dat is voor nu even mijn leven. Dus let's go. Ja, dit doen we elke ochtend. En het is nogal een aardig stukje lopen. Want we zijn nog niet eens op de helft. Helemaal in de verte daar zie je een rood licht. En het is nog verder dan dat zelfs. Nou, dan moeten jullie dus nagaan dat de rit die wij vandaag gaan rijden is van Amsterdam richting Zertogenrad. Het is in ieder geval in Duitsland. En die rit hebben we vrijdag gereden. Dat was een spoedrit voor mij. Ze hadden één wagen gestuurd. Toen hebben ze mij erachteraan gestuurd, na een flink aantal uur later. Want die andere wagen was al om 8:00 aan het laden. En vervolgens moest ik om 2:00 in de middag daar bijladen, puur om het feit omdat het er niet in paste. Uiteindelijk kom ik eraan, hè, dan heb ik dus 3:00 gereden. Zijn die twee pallets 2,75 hoog en ik kom maar 2,45 laden in mijn motorwagen. Dus ben ik er leeg heen gegaan en leeg teruggegaan. En die rit heb ik dus nou weer vandaag gekregen. Dus het is eigenlijk nog een probleem die we moeten oplossen van vorige keer. Dus dat is ook wat. En wat ik vandaag wel heb en wat ik vorige keer niet had. Oh, ik heb mijn JBL speaker mee. Oh yeah. En ik ga ook binnenkort een nieuwe camera kopen. Dus dat kan allemaal erg interessant worden. Maar voor nu gaan we haasten. Want we hebben haast. Let's go. Nou, zoals je kan zien heb ik elke dag met mijn auto gewoon toeristische route. Ja, echt waar. Want sinds de weg afgesloten is bij mij, moet ik deze route nemen. Ja, we gaan het doen nog steeds wel voor het beste wat we kunnen krijgen. Mag het kosten. €2,24. Maar dat maakt niet uit. Dat verdient die wagen. Zo, zijn we weer €80 lichter. En dan kan je zeggen, nou, €80 voor een volle tank, dat valt wel mee. En daar ben ik helemaal mee eens. Deze auto is natuurlijk gebouwd als racewagen, om het zo te zeggen. Dus hij heeft ook een racewagen tankje en die is maar liefst 40 liter. En dan kan ik weer tanken. Dus let's go. Zo jongens, dit gaat dan weer worden. We hebben mijn favoriete MAN weer bij ons. De 54. Even kijken. Hatseflats. Ze zeiden dat hij was aangekoppeld. Nou, ik kan je zeggen dat dat een beetje een leugen is. Dus we gaan hem ook nog even aankoppelen. We zouden wel moeten. Oké, die gaat lekker rustig opwarmen. Hierboven hebben we een aantal knoppen, onder andere een autootje met een schijnwerper naar achter. Als je die even inklikt, dan krijg je ook meteen goed zicht achteraan. Dus we laten die even lopen. Kijk, zie je? Dan kan je zien wat je doet met de kabels en waar je hem aan hangt.
Dus dat is helemaal top. We gaan vandaag met een tweeasser op pad, zie ik. En dat gaat helemaal goed komen, jongen. Chauffeurs die zo rijden zonder gordel. Ja, doe niet, man. Nog kinderen thuis zitten, doe niet. Dat is stap 1, mijn babytje, hè. Moet altijd mee. Wat wij eerst even gaan doen, is de pas erin. Kijk, rijden zonder kaart. Ja, dat is al iemand voor mij geweest. Wie weet dat? Ik vraag me dat af. Want ik stap heel vaak in een auto waar staat rijden zonder pas. En dat houdt dan in dat ze, weet ik veel, de laatste 5 meter of zo zonder pas hebben gereden. Ik bedoel 5 minuten. Maar stel, ik word nou staande gehouden. Wie is dan de lul? Want zover ik het heb gehoord, ben ik de lul. Terwijl ik niet eens zonder pas heb gereden, om het zo te zeggen. Laat maar weten in de reactie. Ik ben erg benieuwd. Voor de mensen die nog steeds vragen hebben over de tachograaf. Je doet je kaart erin met de foto naar beneden. En dan heb je gewoon invoer. Ja. De tijd en datum. Ja. Invoer bevestigen. Ja. That's it. Gewoon 3 keer ja. Is niet heel moeilijk. Tenzij je wijzigingen hebben zoals beginland en dat soort dingen. Maar dat hebben wij nu niet. Dus goed, wat doen wij? Het pas zit erin. We gaan een stukje achteruit. Ja, dat is goed. Wat we dan gaan doen, want die trailer staat zo hoog. Ik weet helemaal niet of die dat gaat redden. Als ik hem helemaal omhoog gooi. Dus dat gaan we even controleren. Ik ga uitstappen. Kijk, zoals je kan zien, hopelijk. Zie je, we staan nu heel mooi met de kingpin. En net voor. Kijk, ja, dat gaat net goed. Dus wat we dan doen is zo, doen we omhoog. We moeten even kijken of hij de trailer aanraakt. Dat doet hij, poten optillen, net aan de rand. He, en niet met de deur open. Doe hem even dicht voor de veiligheid gewoon. In zijn achteruit. Sorry voor de lawaai van de buurman hoor. Ga je gewoon even kijken. Klik, klik. Ik was laatst een video aan het editen, jongens. En toen was het geen klik, klik. Wie kan het nog herinneren? Toen stond ik vast. Dus sindsdien erg belangrijk, jongens. Klik, klik. Je wilt niks anders horen dan 2 klikjes. Neutraal, handrem staat erop. Mooi. Dan gaan we weer. Oeh, die ging lekker. Niet te veel lawaai. Zo, clipje. He, wit staat erop. Dan de kleur is wit een beetje. Dan weet je dat die meestal hierop gaat. Zo heb je ook een groene bevestigingpunt. Ja. Groen vakje, zeggen we maar. Groene ingang. Oké, alles zit. Geen problemen. Nou. Wat ik net had kunnen doen. Wat ik nou nogmaals ga doen. Gevaren lichten. Omdat ik ga een rondje lopen. Want ik wil weten dat ik veilig op pad ga. Die lichten doen het. Poten indraaien. Voor de mensen die zich afvragen waarom ik in een joggingbroek werk, dat doe ik eigenlijk nooit. Maar ik heb een soort van infectie op mijn linkerheup zitten. Een spijkerbroek doet enorm veel zeer als dat hij dat eroverheen schuurt. Altijd even controleren van hé, wat is er aan de hand? Nou, we zijn leeg. Geen pompwagens, vloer is een beetje vies. Dat zijn allemaal dingen die je later kunnen helpen. Ik had bijvoorbeeld vorige keer. En dan nog niet eens bij GTM. Toen reed ik voor een andere klant. Moest ik een trailer meenemen. Zat er een zegel op. Ja, als je je dag begint bij een zegel en je komt bij particulieren, je hebt daar niks voor. Echt een probleem.
En wat je ook niet moet vergeten, ja, nu zijn het wel hele mooie lampjes, maar je normale rijverlichting, want je kijkt al heel snel naar, oh, knipper, knipper, oké, het is goed. Alleen dan is het helemaal niet goed. Even kijken, heeft deze ook nog een rangeerventiel en een stopknop? Lijkt er niet op. Nou, bij sommige bedrijven willen ze nog wel eens de handrem erop zetten van de trailer zelf. En dan kan je hem dus niet bewegen. Ten eerste even terecht zetten. Hoe doe je dat? Boven de knopje in, hè, dat lampje brandt. En dan klikken we op het groene knopje. Dan gaat hij hem recht zetten, zoals je kan zien. Like zo. Ja, en dat is natuurlijk ook niet heel lekker voor je hele ophanging als die onder druk staat. Dus we doen ook even zo. Dan geef je hem even de ruimte om te bewegen en te ademen. En dan staat hij toch op zijn rem, zie je. Een verstopt kissie, maar liefst. Kijk, zo. Nou staat hij rem eraf. Rode knop inklikken. Rode knop eruit trekken als je de rem erop wil zetten. Oké, jongens, ja, ik ben er zelf ook geen fan van, maar het moet even gebeuren. Want zoals je kan zien, die ramen die zijn niet heel goed bijgehouden, helaas. En ja, we moeten wel veilig de weg over kunnen. Zoals je kan zien, als ik het in het licht hou, maar van veraf zie je al snel dat er een zonweerkaatsing in komt. We hebben deze namelijk ooit gekocht in een video. Hatsenflats, een hele goeie, gewoon van het huismerk Shell. En deze die stond ernaast. En dan hebben we echt wel gewoon echt iets heel handigs gekocht, vind ik persoonlijk zelf. Het is gewoon heel makkelijk, want je veegt het even zo weg en je bent alweer klaar met één spiegel. Die bolle spiegels, ja, nou ja, je kan ook een doekje pakken, die pak ik zo meteen even. Maar even het grootste gedeelte gaan we wel even doen. Hatsakee, hatsakee. Hatsenflats. We doen nog even een rondje. Hatsakee. En dan zag ik ook dat aan de buitenkant het heel erg was aan de rechterkant. Dus laten we dat ook maar meteen doen. Dat is helemaal een leuk trucje. Aangezien dat nogal een dingetje is, komt het leuker. Nou moet je dus een beetje met je hand zo om je spiegel heen. En je gaat ook natuurlijk meestal niet alles krijgen. Goed, dan zie je al wat voor zwarte vegen eraf lopen. Maar de spiegel is schoon, daar gaat het om. Nou ja, verdomme, dan doen we de binnenkant toch ook. Toch, hè, als we dan toch bezig zijn. Wat je ook kan doen, hè, dat is een beetje, hè, hey, hou het even tussen ons. Maar wat je ook kan doen is, als je dus deze dingen niet hebt, maar je hebt wel hoge nood, rijden naar een tankstation op de snelweg. Die hebben altijd deze dingen in die bakken liggen, weet je wel. En doe gewoon lekker aan de binnenkant en buitenkant. Doe dat gewoon lekker. En ik weet dat heel veel mensen nou gaan haten. En natuurlijk, als je je privéwagen hebt die net als een Scania zo dik uitgevoerd is, ja, dan moet je het niet aan de binnenkant doen, weet je. Maar ik bedoel, kijk, hier ligt nou allemaal een beetje vocht en zo. En ja, mensen moeten daar niet heel getriggerd van raken, want dat is nergens voor nodig. Omdat ja, als jij, hè, zoals nu, stel ik moest de deur open doen in de regen van mijn trailer, dan staat mijn deur ook even zo open. Of in ieder geval, soms vergeet je me even dicht te gooien, is je deur ook een beetje nat. Dus ja, die deuren die kunnen daar wel tegen, gewoon een beetje vocht. En al helemaal als het niet eens op de knoppen zit. Die staat uit op. Snap je, want het zit hier gewoon in die rand en het zit niet eens in de buurt van de knoppen. En dat droogt gewoon binnen 5 minuten en dan ben je klaar. Hier bijvoorbeeld ook, je wil hem breed pakken. Omdat je moet hier, hè, links houden, dan knik je naar rechts. Kijk maar, dan krijg je hem precies tussen die randen in. En dat is wat je wil. En daarom is dat knikje zo belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld hier ook, je knikt hem naar links, hier is niet nodig. Maar als je hem dan naar rechts draait, snap je? En dat knikje is, dus als ik hem nu weer naar links draai, zoals je kan zien, dan staat hij in één keer recht. En dat is dus altijd wat ik bedoel met dat knikje. Dat knikje, dat kleine knikje, dat zet hem dus recht. Dus ja, kijk jongens, ook hier, hè? Stopbordje, stop ongeveer.
Maar hou hem lang, weet je wel? En dan draai je pas laat in, want je wil dat die trailer overal voorbij komt. Hier rechts hebben we wat borden, dus zorg dat je kopschot er niet voorbij gaat. Hier links hebben we een trailer, zorg dat je trailer er wel langs komt. Dus daarom, je moet altijd, hè, wat ik altijd zeg is van, dat heb ik laatst bij mijn B-rijbewijsvideo gedaan, van hoe moet je inparkeren. Heel veel mensen die sturen in op hun voorband, om het zo te zeggen. En ik wil niet zeggen dat vrachtwagenchauffeurs dat doen, dat is helemaal niet waar namelijk. Maar ja, voor de mensen die nu misschien nog een B-rijbewijs rijden of dergelijke. Je voorband stuurt, dat klopt, maar het is niet je punt van aansnijden. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is, nou, kom je aan mij even, busje? Ja, de verjaardag, hè? Ja, alsjeblieft, makker. Geen probleem. Je stilstaande middelste achterband, dat is je aansnijpunt. Dus hè, ik heb nu een tweeasser, nou, die heeft niet echt een snijpunt, aangezien ze allebei een beetje om hunzelf heen draaien. Maar stel je hebt drie assen, dan is je middelste achterband je draaias. En bij een auto heb je één as achter, is dat jouw draaipunt. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is bijvoorbeeld dat, stel ik zou hier naar rechts gaan en ik zou meteen met die bocht, stel ik zou nu insturen, dan gaat mijn hele trailer over het gras en alles. En dat komt omdat je dus te vroeg instuurt, omdat je niet aan je draaipunt denkt. En dat is ook de reden waarom je dus hier bijvoorbeeld zo heel lang moet doorsteken. Aan die rand moet plakken. Vervolgens hier aan die rand moet plakken als je naar rechts wil. Omdat je er dan daar goed uitkomt. Wat ik altijd zeg is, je moet zorgen dat jij en je vrachtwagen zoveel mogelijk meters rollen. Dus dat houdt in dat, oké, je wil meters pakken. Dus meer weg, meer weg, meer weg. Hupsakee. En als je eenmaal er langs bent met je trailer, dan kan je hem inknikken en doordraaien en dan kom je alweer goed uit. Maar voor de beginnende chauffeur, je wil zoveel mogelijk ruimte pakken. Dus je wil dat je trekker en trailer zoveel mogelijk meters rollen. Hetzelfde als bij rotondes, het maakt eigenlijk niet uit waar, zelfs in woonwijken. Je hebt alle meters nodig, puur om het feit omdat je hebt achter- en uitzwaai, je hebt een kopschot, je bent groot, je hebt aan alle kanten die meters nodig. Oké, jongens, hier ook, staat een pijl op de weg. Dan zet je je knipperlicht aan, maar je gaat niet gelijk naar rechts. Heel veel mensen die uit de auto, ja, uit de autowereld of misschien zelfs vrachtwagenchauffeurs, maar waar het om draait is, een knipperlicht geeft inderdaad een indicator van, hey, ik ga naar links. Maar het is ook gewoon heel erg belangrijk dat je hem niet gebruikt van, oh, ik ga nu naar links, dus ik ga nu, weet je wel. En dat is helaas wel vaak waar ze voor worden gebruikt, om het zo te zeggen. Ik zeg altijd, hè, bij de snelweg heb je ook zoiets van, sla je ergens rechts af, dan doe je knipperlicht 300 meter van tevoren af. Nou, dat idee, hou dat een beetje erin inderdaad. En geef dat ook een kans in de vrachtwagen. Bijvoorbeeld, ik weet, ik moet nu naar links. Dus ik zet hem aan. Ik doe helemaal niks. Let op werkzaamheden. En ik kijk gewoon eerst wat er gebeurt. Misschien zit er een auto in mijn dode hoek. Misschien zit die ergens anders. Maar in ieder geval, ik geef die auto die ik niet kan zien, geef ik de kans om uit mijn weg te komen. Want mijn vader, bij wijze van spreken, even als voorbeeld, die gebruikt vaak de knipperlicht niet. En dan zeg ik tegen mijn pa van, hey, waarom gebruik jij die knipperlicht niet? Ik zeg, hij zit er toch voor een reden, gebruik hem. En dan zegt hij, ja joh, maar er is toch helemaal geen hond op de weg, joh. En als ik, en ik gebruik hem toch als ik iemand zie. Ja, maar kijk, daar ga je fout, want ja, 8 van de 10 botsingen die gebeuren is door iemand die je niet ziet. Ga er altijd van uit dat er iemand onzichtbaar in de buurt van je is. Bij wijze van spreken, stel ik heb, hè, dat is heel, heel herkenbaar bij vrachtwagenchauffeurs, zo'n lekkere Tesla die lekker op de achterkant van je wagen loopt te kleven, hè, omdat hij dan in zijn wetende een paar kilometer bezuinigt op zijn elektriciteitsafstand. Ja, als jij die dus achter je hebt zitten en jij gaat dus naar links, maar je bent echt, je doet je knipperlicht aan en je gaat vrijwel gelijk naar links en hij moet ook naar links en hij denkt, ja, ik heb een snelle Tesla, ik plank hem er even langs, laat even zien wat voor pk's ik heb. Want ja, dat is natuurlijk ook waar je zo'n auto verkoopt, hè? Een beetje pronken met hoe snel dat ding van 0 naar 100 eigenlijk is. Ja, dan gaat het snel fout. Dus altijd, nu ook,
Ik ga niet eens nog naar links. Knipperlicht aan. Ik word tegengehouden. Zie je, die mensen gaan allemaal nu naar links. Omdat ze zien, Jezus, die vrachtwagenlui hier, die rijden niet door. Dus ze zorgen dat ze allemaal een baan vrijmaken. Zodat wij zelfs met 50 km per uur de snelweg op kunnen. Maken hun een baan vrij voor ons. En dat is het verschil nou als je aan het einde van je rijstrook pas je knipperlicht aandoet. En dan is de paniek, want dan is iedereen, god, hè, want dan, jij ook, hè, want je rijstrook eist. Je, god, moet naar links en niemand maakt ruimte voor me. Ja, nee, dan ga je haasten. Dus jongens, knipperlicht is niet van ik ga nu. Nee, knipperlicht is ik wil graag. Ik wil graag naar links. En als je ziet dat het kan, dan ga je. Maar zorg dat je even die 300 meter in je hoofd houdt. Het is hetzelfde als je, zoals ik al eerder zei, stel je slaat af naar je huis. Dan is het gezegde bij de rijschool 300 meter van tevoren. Nou, doe dat ook met baantje wisselen of op de snelweg komen of iets in die richting. Gebruik hem gewoon altijd als je over de lijnen gaat, om het zo te zeggen. Want je ziet het, het maakt je leven zoveel makkelijker. Ik heb geen stress gehad. Ongeacht dat iemand met 50 km per uur de snelweg opdraaide voor mij. En dat komt door zijn gewicht, dat begrijp ik volledig. Maar daardoor heb ik geen stress gehad, helemaal niks en draait zo makkelijk. Dus ja jongens, leer het je aan, want daarvoor zijn we hier. Voor de mensen die mij niet kennen, by the way. Ik denk dat jullie mij niet heel goed kunnen zien, dus we gaan even een lampje aandoen. Aangenaam. Mijn naam is Jack Armando en ik maak vrachtwagenvideo's voor de beginnende vrachtwagenchauffeur mensen onder ons. Ik leer ze de technieken en ik zeg zeker niet dat ik de beste ben. Ik zeg altijd, het is fijner als je het kan afkijken van iemand die het doet, want dan kan je zelf je eigen draai eraan geven. En dat is ook 100% wat ik wil. En ik wil helemaal niet dat jullie allemaal als mij worden, maar ik vind het wel leuk als jullie dingen niet snappen. Dat je weet, oké, zo doet Jack het. Nou, dit werkt voor mij fijner. En dan draai ik zo mijn eigen wending eraan. Want dat is uiteindelijk waar het om draait. Geen één chauffeur rijdt hetzelfde. En uiteindelijk doen we wel allemaal hetzelfde werk. Dus het maakt ook niet uit. Dat gezegd te hebben. Dus ja, als je dat interessant vindt, zou je de video kunnen liken. En als je nieuw bent, vooral abonneren. En vergeet dat belletje niet aan te klikken. Want dan krijg je werkzaamheden. Dan krijg je alle meldingen natuurlijk binnen. En dat is natuurlijk erg fijn als jij natuurlijk een stap wil zetten als vrachtwagenchauffeur zijnde of iets in deze branche. We zijn ook bezig met een nieuwe series voor B-rijbewijs mensen. Dus ja, voor die mensen gaan we ook een hele uitgebreide uitleg van hey, hoe rij je een B-rijbewijs. En ik snap dat dat voor heel veel mensen niet relevant is. En tuurlijk, ja, je hebt altijd een mes snijdt aan twee kanten. Voor de ene is het niet interessant. En voor iemand anders die net 16 is, mega gespannen is om zijn auto te beginnen. Is dat gigantisch informatief en heel behulpzaam, om het zo te zeggen. Dus, en ook voor sommige mensen, het is niet alleen voor de mensen van hey, ik ga nu net mijn rijbewijs halen. Ik ken ook een handjevol mensen en die hebben hun rijbewijs gehaald toen ze 18 waren. En die zijn nou 30 en die hebben nog steeds een rijbewijs. Alleen die hebben zo lang niet gereden dat ze het eigenlijk eng vinden. Want in hun ogen zijn alle wegen veranderd en de snelweg is eng. En er zijn gewoon heel veel dingen die blijkbaar, ik hoor het vaak, dat mensen vinden dat ik dat nogal goed op een rustige manier kan uitleggen. Dus ja, als ik daar mensen mee kan helpen, heel graag. En ja, ook al voor sommige mensen zal die content wat minder zijn, zo is het altijd, weet je. En zo, dat moeten we een beetje geven en nemen van elkaar. Ik kan ook niet dat voor elkaar krijgen. Ik kan niet een video maken die 100% van de mensen leuk gaat vinden. Dat is onmogelijk voor mij. Dus ik probeer ook een beetje alle mensen wat te geven van wat hun leuk vinden. En ja, we maken er gewoon wat moois van, toch? Domme jongen, jullie zijn er alweer lang bij. Donders, hé. En wat gaan die abonnees snel. Ik zat een jaar geleden, hadden wij 500 abonnees. Misschien nog niet eens, misschien 300. En uiteindelijk zitten we nou, volgens mij, 1400. 1500 of zo, gaat echt heel snel. En ja, nogmaals bedankt daarvoor jongens. Let op werkzaamheden. Ja,
Maar ja, ik wil je toch even daarvoor bedanken, omdat het zo snel gaat en ik vind het allemaal heel tof. En ja, ik hoop dat ik dit gewoon ook lang voor jullie mag gaan doen. Veel vragen aan mijn kop die ik krijg wel van... Hey Jack, hoe zit het met de vrachtwagenvideo's? Rij je überhaupt nog wel vrachtwagen? Je had toch een ander bedrijf en van alles. En ja, heel veel vragen. Jongens, het enige wat ik kan zeggen, als je echt meer duidelijkheid wil hebben voor die vragen, join de Discord, daar kan je het 1-op-1 vragen tegen mij. Komt binnenkort ook een nieuwe video uit over questions and answers richting mij. Dus als jij vragen hebt aan mij, zet ze dan nu in de reacties beneden. Want er komt binnenkort een video uit. We hebben 5 vragen. Ik ben op zoek naar 10 à 20 vragen. Dus ja, als je vragen hebt, is dit je kans nu. Stel ze in de reactie of vraag ze in de Discord groep. Oké? Ja, kijk, dat voorbeeld gaf ik net. Nu zit er dus iemand heel dicht achter me. Ja, en als ik dus moet remmen... of naar links gaan, hij ook, en hij geeft een dots gas. Kijk, ik kan hem wel laten zien, dan ga ik gewoon een stuurfoutje maken. Kijk, zie je? Hoe dicht hij achter me zit, dat is misschien, ja, 3 meter maximaal of zo. Ja, dat is gewoon super, stom van hem, om het zo te zeggen. Maar ja, dat was dus een voorbeeld die ik net gaf, van een scenario die ik kan voordoen. Zoals je ziet, het gebeurt best vaak. We hebben er echt wel mee te maken in de transportwereld. Vooral als vrachtwagenchauffeur zijnde. Dat we worden gebruikt als windschild door andere auto's. Kijk, deze zat te kleven bij me. En ja, het is geen Tesla. Wel een Volkswagen ID3. En ja, die is ook elektrisch. Dus ja, dat is wat met elektrische wagens dat ze dat doen. Het is een probleem. Maar ik zie dat niet snel veranderen, helaas. Goed jongens, hier gaan wij naar rechts. De 1 naar rechter rijstrook. Wij rijden bijna helemaal links. Dus wat doen we? Knipperlicht aan. We gaan nog niet eens naar rechts. Knipperlicht aan. Kijk, even niks aan de hand. Weet je ook, check die dode hoekspiegel daar bovenin. Dat kleine spiegeltje. Dat is echt belangrijk. Je ziet je knipperlicht erin schijnen. Dat lampje. Die spiegel. Controleer die. Zoals ik zei, 1 naar rechte baan. Ja, maar Jack, vrachtwagens rijden toch rechts? Ja, maar zoals je hier op dit bord kan zien, over 2 kilometer is er een afslag naar rechts. Dus dit is de rijstrook om rechtdoor te gaan. Dus dat kan je ook zien, alle vrachtwagens komen nu weer rustig op mijn rijstrook. Dus, dat komt wel goed, jongen. Maar zo doe je dat. Knipperlichtje, geen haast en gewoon wachten tot de weg vrij is. Nou, hier heb ik ook nog een klein voorbeeld. Ik wil heel graag 2 vrachtwagens voor me inhalen, want ze rijden 778 rijden ze. Maar dat doe ik nog niet. En waarom doe ik dat niet? Omdat ik weet dat hier aan de rechterkant zit een hele drukke invoegstrook voor richting de snelweg. En als ik er dus nu naast zou rijden, dan zet je hun in een beklemmende scenario. Zoals je kan zien komen hier altijd heel veel wagens van rechts de snelweg op. En het is dan gewoon niet handig om in te halen. Nou zijn het auto's, de andere keer is het een vrachtwagen en dan moet een vrachtwagen wel uitwijken. Dus ja, gewoon even erachter blijven. Dan kom je veel verder mee. Want zoals je ziet, die invoegstrook is niet heel lang. Want voor een vrachtwagen die uit stilstaande positie moet optrekken. Kijk, en nou is het tussen haakjes veilig, knipperlicht aan, even wachten, rustig van baan wisselen, we hebben helemaal geen haast. Dan gaan we er gewoon even langs. En dan zou ik ook meteen even door blijven filmen. Ga ik jullie ook even uitleggen hoe je kan zien wanneer je weer terug kan naar je eigen rijstrook. Wat je heel vaak hebt is gewoon dat je een beleefde chauffeur hebt, die seint even met zijn lampjes en dan ben je klaar. En jongens ook, ja, ik weet het is een beetje illegaal en het mag allemaal niet, maar gewoon inhalen met 90. Als iemand 80 rijdt, ga er niet met 83 langs. Dan ben je zo ver, dan heb je het echt over 2-3 kilometer voordat je er voorbij bent. Dus ja, gewoon even 90. Kleine stukje, als je er voorbij bent, rij je weer 83. Je gaat ook niet al die automobilisten in de weg zitten. Hun horen bij elkaar, zoals die voorste 80 rijdt. Is die daarachter ook 80, om het zo te zeggen. Kijk, schone spiegels, aangezien we dat hebben opgeruimd.
kleine lampjes er voorbij. En we hebben mooie zwaailampjes. Dankjewel meneer. En altijd even links, rechts met de knipperlichtjes. Aangezien we ze toch willen bedanken. Van hey, tof dat je even seint. En ik zeg altijd, als je niet seint of bedankt in het verkeer, dan ben je ook geen echte bargaande. Dan ben je gewoon een nepchauffeur. Nee, grapje. Je bent wel een echte chauffeur, maar dan denk ik ook van ja, weet je, we hebben met z'n allen hebben met elkaar te doen. En als je elkaar niet bedankt als vrachtwagenchauffeur zijnde, ja, dan vind ik je wel een bijzonder chauffeurtje, zeggen we maar. Toch? Dat is mijn mening. Oh, moet je kijken dan. Dikke LZV. Donders jongen. Jullie weten het, hè, wat ik altijd zeg. Elke LZV is mijn maat. Elke LZV is mijn vriend. En dat zeg ik omdat als iemand 5 jaar lang vrachtwagenchauffeur is en vervolgens ook nog groter wil rijden, nou, dan kan ik gewoon zeggen dat is een echte chauffeur. En een echte chauffeur zal altijd mijn vriend zijn. Daarom zeg ik dat. Na 5 jaar dat je dan nog groter wil, omdat je het zo'n mooi beroep vindt. Hè? Want anders wil je niet groter, anders denk je, nou, mijn standaard vrachtwagentje is prima. Maar hun willen nog groter, hun willen gewoon alles wat er te halen valt, willen ze hebben. Hun willen het beleven. Ja, daar heb ik alleen maar hele grote respect voor. Daarom zijn het bevrienden, ongeacht dat ik ze ken of niet ken. Oké jongens, hetzelfde geldt voor dit soort scenario's. Ik rijd nu op de meest rechte baan, dus ik ga niet naast hem rijden. Want als hij op het laatste moment denkt, hey, ik moet toch hier rechtdoor, dan blokkeer je zijn pad. Dus dat wil je natuurlijk niet. Dus we rijden nou 83, ongeacht dat hier 82 staat, we rijden 83. Daarom is het altijd handig om zelf via GPS te rijden en niet te geloven wat je kilometer tellen zegt. Dus ja, we blijven er gewoon een beetje rechts achter hangen, links achter hangen bedoel ik. Want je wil hem die ruimte geven van hey, mocht ik toch nog naar links willen, dan. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld die Renault, weet je wel. Stel die zou rechts van hem rijden, dan moet die Renault ook die vrachtwagen ruimte geven voor als die plotseling op het laatste paar meters van baan moet wisselen. Want ja, ik verwacht dat het hier niet fout gaat. Maar soms heb je dat mensen in paniek raken, zelfs vrachtwagenchauffeurs. En dat ze op de laatste 20 meter of 30 meter gewoon nog proberen van baan te wisselen. Dan raken ze zo in zo'n stress, om het zo te zeggen, dat ze eigenlijk gewoon een ruk aan het stuur geven zonder er logisch over na te denken. En ja, ik zeg altijd, ja, gaat het niet, prima, ga je gewoon rechtdoor. Verderop kan je hem omkeren of een andere afslag pakken en dan kom je op dezelfde weg uit. Dus niet stressen, niks aan de hand. Kijk jongens, hier hebben we het ook weer, een drukke invoegstrook. Echt waar jongens, gewoon wat ruimte laten. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Meer hoef je echt niet te doen. Heel veel mensen die maken daar gewoon die fout. Die gaan dan kleven op de voorganger. Ja, die mensen hier rechts moeten allemaal ook invoegen. Dus ja, als je er gewoon één trailer, hè, als er allemaal auto's rijden, als je er één trailer tussen laat. Nou, dat is fair share, om het zo te zeggen. Dan kunnen er 2 auto's invoegen. De rest van de auto's moeten achter je aansluiten. Zie je, ik heb niet eens wat moeten doen en het is gewoon opgelost. Dat is ook een beetje waar altijd de fout is. Heel veel mensen die gaan op deze buitenste rijstrook. Ik zeg niet vrachtwagenchauffeurs, ik zeg niet automobilisten. Maar de een doet het, de ander doet het niet. Het is meer persoonsgebonden. En als ze haast hebben, gaan ze allemaal kleven dat er geen auto tussen past. Ja, en dan ga je dus krijgen opstoppingen. En ik ben ook heilig van overtuigd, dat zie je ook altijd. Files op de snelweg bij bekende drukke plekken is meestal omdat het van bijvoorbeeld een 4-baan naar een 3-baans gaat. Ja, en gewoon dat mensen niet voldoende ruimte ertussen laten, dat mensen kunnen invoegen. Ja, en dan moet iedereen remmen. Ja. Nou ja, elke persoon heeft een seconde reactietijd. Nou, heb je 8 personen achter elkaar rijden, dan heb je 8 seconden. Ja, en als iedereen een beetje dicht op elkaar rijdt, ja, dan staat het eigenlijk meteen stil ook. Dus ja, hoort erbij, zeggen we dan maar. Maar ja, leer uit je, hè? Denk niet voor een ander. Hè? Files ontstaan toch wel, maar denk vooral uit jezelf van, hey, hoe zorg ik dat het voor mezelf het makkelijkste op de weg is? Want dat is uiteindelijk waar het om draait. Ik had het mooi. 'S ochtends vroeg en 's avonds laat heb je altijd die vrachtwagens en die trekkers rijden. Die gewoon zeggen van,
dikke bak moet ik rijden, take my money. En die gooide gewoon even 20.000 euro op zijn auto. Alleen een lampjes en grills en weet ik veel wat. Mooi man. Wel respect voor aan de ene kant. Het kostte godsvermogen. Überhaupt dat ze een eigen wagen hebben, de meeste. Heb ik al respect voor. Want ik ben zelf ook de overstap aan het maken naar ondernemer en zelfrijdend in transport. En er zijn zoveel haken en ogen en het kost allemaal zoveel geld. Dus voor elke ZZP'er, dikke respect. Zeker weten. Maar wat ik toen zag gebeuren in mijn ooghoeken, dat kan echt niet. Ik weet niet of jullie een beetje zagen wat er net links gebeurde. Ik zal het een beetje proberen traag te maken en zichtbaar te maken. Maar dat is precies wat ik dus net zei vanochtend tegen jullie. Mensen kunnen niet invoegen. Nou, dit was het grote voorbeeld. En vervolgens gaat die Volvo, hij rijdt nog steeds naast me, die komt er niet tussen omdat hij dus te lang links blijft hangen. En vervolgens gaat hij... Die auto erachter, deze auto dus, die Skoda, gaat die twee keer brake checken op de linker rijstrook. Dus ja, ik ook vol gas toeterend erlangs van, yo, denk even na met wat je aan het doen bent, want dat is levensgevaarlijk. Zoals je ziet, het wordt druk op de weg, we hebben overal filevorming en dat rijgedrag hoort gewoon niet op de weg. Levensgevaarlijk, kan echt niet. Okay, wat ik ook nog even wil zeggen is, als vrachtwagenchauffeur zijnde heb je een bepaald verantwoordelijkheid op de openbare weg. Ten eerste ben je heel groot, ten eerste mensen kunnen ook niet langs je kijken, aangezien ze kijken tegen een vierkante muur aan, om het zo te zeggen. Dus de verantwoordelijkheid die wij er ook bij hebben is dus als de file ontstaat, mensen achter ons kunnen dat niet zien. Sterker nog, de mensen die hier links rijden kunnen het ook niet zien. He, want de mensen die links rijden, kijk, voor een mooi voorbeeldje is die Volvo, hoge wagen. Hier hebben we een Opel Astra, lage auto. Die Opel die kijkt tegen die Volvo aan en kan vervolgens nog steeds niks zien. Dus ja, wij als vrachtwagenchauffeur zijn, hebben het voordeel dat we zo hoog zitten. Dus wij kunnen gewoon 10 auto's verder kijken. Wij kunnen eigenlijk zo ver kijken als we willen. Dus als wij in de verte al zien van oei, het gaat stilstaan. Net als met je knipperlicht wat ik jullie heb uitgelegd, doe je dat ook bij je gevarenlicht. Je ziet verderop, oei, daar staat het stil of het wordt gevaarlijk. Dan doe je je gevarenlichten aan. Want dan zitten de mensen om je heen te kijken van, wat doet hij nou, weet je wel. Gevarenlichten is meestal van, let even op, er gaat iets gebeuren. Dus dat is erg belangrijk, want mensen kunnen dat niet zien. Maar omdat je je gevarenlicht aanzet, dan waarschuw je mensen achter je en naast je wel van... Oké, ik weet niet wat er gebeurt, maar er gaat iets gebeuren, weet je wel? God, zeg ik het weer. Sorry! Goed, we zijn bij de eerste stop aangekomen. En deze stop die hebben we eigenlijk alleen maar om even de tachograaf opnieuw in te stellen. Ah, kijk, invoerchauffeur 1. Beginland.
zetten we dan op de D van Duitsland. Kijk, was even, ja, moest het hele alfabet even af. Normaal staat hij ernaast. Maar D, Duitsland. En dan is dat klaar. Zeggen we hoofdmenu verlaten. Ja, en dan gaan we starten. Oké, hier ga je alvast kijken. Oké, er komt bijna niks aan. Want hier is de rijstrook heel klein. Knipperlicht aan, hè? We hoeven niet per se meteen naar links. Deze auto heeft ook nog een probleem dat die handgeschakelde bak niet werkt. Dat flippersysteem. Dus ja, dan nu zijn wij degene die met 50 km per uur de snelweg op draaien. Goed, nog een kleine 9 kilometer en dan zijn we er. Maar dit moeten we toch altijd heel even filmen, hè? Welkom in Duitsland. Hatzeflats. Kijk, stop politie. Oh, camera laag. Ik ben onschuldig. Ik doe niks fout. Maar ik ben toch gespannen altijd. Zo, daar zijn we dan. Viva la Duitsland. Oké. Nee, maar ja, jullie kennen het adres. We zijn hier vaker geweest. Als je mijn video's kijkt, dan kan je dit adres bijna dromen. Want we rijden deze adres best wel vaak. En het is wel leuk. Het is een leuk ritje. Het is alleen, ik als vlogger zijnde vind het altijd jammer om veel dezelfde ritten te krijgen. Puur om het feit, omdat ik het haat om meerdere malen hetzelfde adres te filmen. Ik bedoel, de meeste mensen zal het de helft van de keren niet eens opvallen. Alleen ja, voor mezelf denk ik ook van ja, bij wijze van spreken stel ik zo 5 keer per week hetzelfde rondje doen. Ja, nou, dan ben je na de tweede, derde dag wel echt uitgeluld gewoon. Dus ja, dit is altijd een leuk adresje, vooral de terugrit. Want een stukje terug staan er aan de andere zijde staan heel veel auto's geparkeerd. En die steken allemaal uit. We gaan ook goed op de navigatie kijken, want vorige keer waar die zwarte Volkswagen eruit kwam, daar reden we vorige keer erin. En toen belanden we midden met de vrachtwagen, midden in de woonwijk. Dus dat was ook wat. Dat was ook even sturen als brugman, om het zo te zeggen. Dus dat was één keer te vroeg erin. Ik heb ook één keer dat ik er voorbij reed. En toen moest ik draaien op een rotonde die echt waar een auto net kon draaien. Dus dat was ook echt wel wat. Nou, ik ben ook blij dat ik goede, schone spiegels heb. Ik zie heel veel chauffeurs met vieze spiegels rijden. Dus ja, het zal wel iets met de weersomstandigheden te maken hebben. Kijk, hij wacht goed voor de lijn. Dat is top. Die ruimte heb je nodig, want ik moet hem hier best wel lang doorsteken. Dan gaan we zo over een weghelft heen. En dan dat knikje naar links, zie je? Dan zorg je ervoor dat je het niet raakt. Terwijl je hier rechts zo goed als ook goed gaat. Ja, ik ging een klein beetje over de stoep. Maar ja, je zag het. Kopschot raakte bijna die auto. Toen die auto's naast elkaar stonden, was ik al zo ver recht doorgegaan tot ik de tweede auto bijna raakte. Dus ja, soms maak je de bocht perfect, maar dan wordt de ruimte gewoon niet gegeven. En dan is het nog steeds erg krap. Even kijken, straatje in kijken. Ja, dat straatje is schoon, jongen. Geen wagen te vinden. Dan gaan we hier naar links. Gaan we even kijken of de plek is. Jezus, Mina, dat is vol. Dan moet ik even kijken wat ik moet doen. Nou, die man van vrijdag, afgelopen vrijdag, want dat was hier eerder, stond er. Die zei parkeren maar even langs het gebouw. Dus dat zijn we nu ook aan het doen. Ik heb hem heel even mijn spiegel ingeklapt, zoals je ziet. Het is aardig krap hier. Kijk, we gaan gewoon even hier in een vakje. Zo, met één wiel over de andere kant. Rustig laten slepen en dan recht knikken. Dankjewel. Aardig. Goed. Vrachtwagen er langs. Donders. En zo doe je dat, jongen. Een prachtfotootje. Oeh, dat was hem weer. Dus we hebben even pauze gehouden.
tijd zit erop. Ook al ben ik een persoon die altijd even een extra minuutje wacht. Omdat ik altijd bang ben dat hij hem niet registreert. Dus ik blijf altijd tot 31 wachten. Maar ja, is niet nodig. Maar je kan maar nooit te voorzichtig zijn, zeg ik altijd. Dus ja, dat is er. Dan gaan we lekker snel weg bij de Duitse grens. We moeten onthouden, hè, jongens, vergeet het niet ook voor jezelf. We zijn hoog beladen, dus niet onverwachts gas geven in één keer. We hebben iemand voor ons, dat is ook mooi. Automobilisten weten natuurlijk niet dat wij hier de snelweg op willen. Dus knipperlichtje, betijds aan. Dan hoeven we ook geen gekke capriolen te doen. Dan kunnen we hem gewoon zo lekker rustig de weg op laten rollen. Tenminste met die grote jongen op pad, dus dat is altijd wel leuk. Daarom reken ik extra rustig. Zoals je ziet, die is echt wel groot. Daarom moet je voorzichtig, ook met bijvoorbeeld dit dok. Het loopt scheef af. Ja, als je halverwege daar remt, ja, dan kukelt hij om. Dus extra voorzichtig allemaal vandaag. Goed, ik ga lossen, want je zal het niet zeggen, maar ik heb echt haast. Ik ben om 2 uur klaar. In Amsterdam moet 3 uur in Hilversum staan. Nog uitladen en alles, dus ik ben zo terug. Goed jongens, we gaan hem afronden. Dit was de vlog voor vandaag, ik hoop dat je hem leuk vond. Zou de video kunnen liken of eventueel abonneren als je meer van deze content wil zien. En dan ga ik lekker even snel mijn dingen doen, editen. En dan ga ik voor jullie weer een vette nieuwe video uitbrengen. Dus ik hoop dat je ervan geniet en ik zie jullie de volgende keer. Let's go!